Een abortus is, hoe je het ook wendt of keert, voor een vrouw een hele moeilijke beslissing. Er is geen enkele vrouw die zo'n beslissing onbezonnen neemt. Waarom zou dan de wet moeten bepalen dat een vrouw daar 5 dagen over na moet denken? Zo staat het nu in die wet. D66 vindt dat vrouwen dat zelf moeten bepalen. Want dat ze heel goed zelf kunnen beslissen hoe lang ze nodig hebben om zich hierover te beraden. Ook de zorgprofessionals, de dokters, waar de vrouwen mee te maken krijgen, zijn heel goed in staat om dat gesprek met die vrouw te voeren. En samen met haar te bepalen of het nodig is dat er nog verder over nagedacht wordt, of dat een vrouw dat al lang heeft gedaan. En daarom wil D66 een wijziging van de abortuswet, zodat vrouwen die heel goed in staat zijn om zelf deze beslissing te nemen, niet meer met die betuttelende wet te maken hebben, maar zelf kunnen beslissen samen met de dokter.